Afgelopen nacht was het helder, kon daardoor ook nog aardig afkoelen. Minima van 10 tot 12 graden. En in de vochtige lucht ontstond gemakkelijk wat mist en nevel. Vooral de Achterhoek, maar ook in het riviergebied was het vanmorgen eventjes mistig. Maar dat loste ook vriezen snel op. En toen ontstond er weer een hele mooie dag. Want de zon die kwam tevoorschijn en ging ook volop schijnen. Er waren wel wat stapelwolken in de middag die de zon soms eventjes afschermden. Maar over het algemeen een hele mooie dag. Want ook de temperatuur die kwam uit op 25 graden op heel veel plaatsen. En op enkele plaatsen werd het zelfs nog wat meer. De wind was over het algemeen zuid tot zuidwest en matig. In ieder geval in de middag. Op de foto is ook mooi te zien dat het de zon er weer aan het doorbreken is. Zonnestralen gewoon richting de aarde. En dat hebben we dus ook afgelopen middag gehad. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Ja, het mooie weer dat hult de komende dagen wel aan, al zit er wel een klein dipje aan te komen. Dat is vanavond en komende nacht al, want dan is er wat meer bewolking. En dan zal er vanuit het westen, zuidwesten wat neerslag naar ons komen. Die storing die zorgt in ieder geval komende nacht voor een beetje regen of een enkel buitje. Temperaturen liggen zo rond de 12, 13 graden. En morgen dan is er ook redelijk wat bewolking. Tussendoor ook wel wat zon, maar vooral in de middag en ook in de namiddag en tegen de avond. Kans op wat buien. Die zijn dan iets feller later op de middag. Misschien een klap onweer erbij, maar dat zal over het algemeen wel metvallen. En de temperatuur die doet een stapje terug. Het werd 20 tot 21 graden bij een overwegend matige wind. Ja, het mooie weer zorgt ook voor dat iedereen de vakantie is weer een beetje voorbij. Maar hier achter ons bent ze ook al met een eerdappelveld aan het rooien. Dat geeft er nou ook geduftig aan. En de komende dagen hebben ze ook heel mooi weer ervoor. Het stuft ook al een beetje. En je ziet ook al de meeuwen die zitten al een beetje pieren te vangen. Die dan ook door de grond omhoog komen. Komende dagen dus mooi weer. De eerpels kunt er in ieder geval al komende tijd ook mooi uitkomen. Maar ook nog wel meerdere gewassen die op de rit staan om geoogst te worden. Want de temperaturen die gaan dan wel eventjes een dalende lijn in. Donderdag is het dan 21 graden, maar vrijdag en zaterdag dan komen we in ieder geval weer dan 17 tot 18 graden. En ook te maken met de windrichting, die gaat vrijdag naar noorden heen. En misschien dat er een beetje valt, maar vrijdag zal toch het algemeen de bewolking de boventoon voeren. En blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Maar met 17 graden, zoals gezegd, is het niet alles. Zaterdag, dan wordt het ietsjes minder fris met 18 tot hooguit 19 graden. Er is dan weer wat wolkenvelden en ook geregeld wat zon. En blijft op de zaterdag ook droog. Je ziet ook al dat de barometer dan langzamerhand wat op gaat lopen. En zondag gaan we weer richting de 20 tot misschien wel 21 graden. Gaat de wind weer om naar west tot zuidwesten richtingen. Ja, dat bleef op zondag ook terug. Wel weer wat meer bewolking, maar op zich denk ik ook wel een hele aardige dag. Dus weekend zal in de Achterhoek en de Liemers in ieder geval terug verlopen. Ja, volgende week onder invloed van een Azorenhoog blijft de wind in de west tot zuidwesthoek waaien. Betekent op het algemeen dat het droog bleef. De redelijk rustig weer en ook temperaturen die toch voor begin september aardig zijn met 20 tot 21 graden. En wat ook mooi is, ik denk dat de volgende week de hele week bijna droog blijft. En dat is natuurlijk ook weer mooi metgenomen, want zoveel neerslag hebben we niet meer nodig. Want alles wat groeit en bloeit, gaat toch nog wat langzamer. Al met al dus goede vooruitzichten, alleen eind van de week een klein dipje. Goed gaan.